Ja, in eerste instantie is dit een drama voor de jongen zelf. Ja, afgelopen 2 jaar ook al wat pech. En nu het nieuws gehad dat hij een zware blessure heeft. Dat is een drama in de eerste instantie voor hem. Maar uiteraard ook een zware aderlating voor ons als team. We hadden op Yassin gerekend. Yassin was ook, als hij fit is, behoort hij zeker tot de top van onze ploeg en de betere spelers. Spijtig, het lot heeft anders beslist. Dus bij deze wens ik Yassin heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. En laat ons hopen dat hij ooit nog zal terugkomen op het niveau dat hij ooit geweest is. Alleen een zwart randje eraan. Zware kwetsuur van Yassin Achabar. En ja, ik hoop dat dat de laatste zware kwetsuur is van de competitie. Ja, dat is heel erg. Niet alleen als mens doet mij dat pijn. Maar ook de mens Yassin is een topgast. Dat doet ons heel veel verdriet. Zeker na wat hij de voorbije 3 jaar heeft meegemaakt. Maar terug in Eindhoven een zware kwetsuur. We hadden nooit verwacht dat dat zo zou zijn. Maar zijn voorste kruisbanden zijn gescheurd. Ja, dat is een inactiviteit van 6, 7, 8 maanden. En ik hoop voor hem dat hij het goed oppakt, want het is een topgast. Maar ik weet dus niet dat hij nog terugkomt op dit niveau. In ieder geval, bij Antwerpen zal de deur altijd blijven openstaan. Ik ga met hem, ik heb met hem al een maandag gesproken. Ik heb gisteren met hem al gebeld. En ik zal dat ook de toekomende dagen nog doen, want wij gaan hem natuurlijk wel wat helpen, waar wij kunnen. Maar het is een drama voor hem zelf. Niet alleen voor hem, voor de club, voor iedereen die ermee bezig was. Plus, dat is de speler die altijd in de basis van 8 staat bij Antwerpen. Ook de internationale ploeg, de nationale ploeg. Dus het is spijtig. En zeker, hij had het goed voor. Hij is een man van de club. Hij is een echt FTA-speler. En ja, dat doet pijn. En ik hoop uit de grond van mijn hart, en dat is niet alleen van mezelf, maar dat is ook van de volledige spelersgroep, medewerkers, bestuursleden, sponsors, persmensen. Iedereen wil een hart onder de riem steken voor hem. En ik hoop dat hij binnen 7, 8, 9 maanden terug in ons midden is.